De verstrekkende gevolgen van een persbericht. Drie autofabrikanten kondigden daarin aan dat ze voor hun navigatie- en entertainmentsystemen gaan samenwerken met Google. Het zijn drie velletjes papier met ongekende gevolgen voor het Nederlandse TomTom. De kaartenmaker verloor na het bericht gisteren een kwart van haar beurswaarde. Vandaag verloor het aandeel opnieuw ruim 4%. Is dit het begin van het einde van een Nederlands succesverhaal? Of is dit slechts een hobbel op de weg? Hallo TomTom. Ik luister. Ga naar een adres. Zeg een adres in Nederland. Is het een hang naar vroeger om nog een TomTom in de auto te hebben of heeft het een functie? Nou, ja, ik vind het eigenlijk een heel prettig navigatiesysteem. En, ik kan er heel goed mee omgaan en hij voorspelt de files heel goed. Dus het is echt mijn vriendje op reis. Ooit dacht heel Nederland er zo over. Begin deze eeuw beleeft TomTom gouden tijden. In 2005 gaat het met veel succes naar de beurs. Het bedrijf slaagt erin om hun product tot soortnaam te verheffen. Iedereen had wel een TomTom, ongeacht het merk. Maar dat was toen. Wat dacht je gisteren toen je het nieuws hoorde van die koersdaling van 25%? Ja, het was een grote schrik. TomTom gaat al vaker wild op en neer, maar dit had echt een soort fatale reden. Een soort gevoel van, is het spel nu voorbij voor TomTom? Want eigenlijk waar ze in willen excelleren, kaarten verkopen aan autofabrikanten. Ja, als dat ook al niet meer gaat en de kastjes doen het niet meer, ja, wat is er dan nog? Dus stortte TomTom zich op de software voor ingebouwde navigatieapparatuur, voor onder meer Renault. Maar nu kiezen drie grote autofabrikanten dus voor de evolutie op het gebied van infotainment, met Google. Een analist noemde het de doodsteek voor TomTom. Maar er zijn nog believers. 6% eraf vandaag. Iets beter dan gisteren. Dus veel beter dan gisteren. Ja, ik heb al 15 doodsteken gezien van TomTom. Op het moment dat Android kwam met Google die gratis navigatie ging aanbieden, toen was dat ook al begin van het einde. Nou ja, zij doen nu heel veel aan het tracking en tracing van auto's die rondrijden, zitten in de motorwereld. Zij zijn nu op meer winst aan het uitkomen. Dus wat dat betreft, het bedrijf is vaak doodverklaard en dit is denk ik niet een van de allermoeilijkste overgangen die ze moeten gaan maken. De leiding van TomTom wil vandaag niet met ons praten. De medewerkers ondertussen houden de moed erin. Hallo. Hey. Hoe is de sfeer binnen? Ja, top. Ja. Ja? Ja. Gaat heel goed? Ja. We are confident and that all is going to be okay. There's a bright future for TomTom. Sure. Hoe is de sfeer binnen bij TomTom? Waar is het nou echt fout gegaan bij TomTom? Nou, ze hadden eerder afscheid moeten nemen van de consument. Dat was natuurlijk hun oorspronkelijke klant. En sneller naar het bedrijfsleven over moeten stappen. Dienstverlener voor het bedrijfsleven hadden ze moeten worden. En dat hebben ze wel geprobeerd. Maar tegelijkertijd zijn ze ook sporthorloges gaan maken. En zijn ze actioncamera's gaan maken. Om toch die consument, ja, die hun traditionele klant was, toch ook te blijven behagen. Ja, en die kant van het bedrijf is weggeschrompeld. En ja, dat hebben ze misschien niet snel genoeg ingezien dat ze helemaal business to business, als je het noemt, moesten worden. Dus dienstverlener voor het bedrijfsleven. Dit is de gedroomde toekomst voor autofabrikanten en TomTom. Zelfrijdende auto's die volledig afhankelijk zijn van gedetailleerde kaarten om veilig van A naar B te komen. TomTom werkt daar al jaren aan. Dat is echt de grote stap voor hun. Als zij op een gegeven moment dit soort dingen mogelijk kunnen maken, met hele goede kaarten en software om dat mogelijk te maken, dan is echt de sky the limit. Dat is de grote verandering waar deze hele automobielwereld voor staat. Maar ja, het is wel echt een gokproduct, hè? Dan moeten eerst hier zelfrijdende auto's komen en dan moeten ook andere partijen zeggen, nou, laat TomTom die markt maar nemen. Dus dan zitten we toch steeds weer hoopvol te kijken naar het bedrijf. En dat doen we eigenlijk al vele jaren. Wanneer gaan ze nou eens leven? Is het eigenlijk een zorgelijke ontwikkeling dat bedrijven zoals TomTom weg worden geconcurreerd door de reus Google, die een gratis product eigenlijk kan leveren? Ja, dat vind ik wel. Het is niet per se slecht voor de consument. Hè. Die krijgt weer een gratis product en levert waarschijnlijk zijn complete reisgegevens in als betaling daarvoor, zonder het te weten. Maar je hebt concurrentie nodig. Je hebt af en toe nieuwe bedrijven nodig die de grote bedrijven weten uit te dagen. Daar komen toch vaak de echte innovaties vandaan. This computer system is another example of innovation at IBM. In fact, it's the most advanced voice recognition system of its kind, period. Het is de vraag waar TomTom zal eindigen.
lukt het om zich net als jaren 80 PC-bouwer IBM helemaal om te vormen en te overleven? Of gaat het camerafabrikant Kodak achterna? Ingehaald en overbodig gemaakt door slimmere nieuwkomers. Ze hebben al een bijna doodservaring gehad door die opkomst van die mobiel. En deze ervaring betekent ook weer gewoon een aanmoediging om sneller te innoveren en beter positie te nemen, scherper dingen te gaan doen. Nou, autonomous rijdende auto's is denk ik voor hun een fantastische kans. Don't screw it up. Ja, vandaag sloot TomTom op €6,15 per aandeel. Op het hoogtepunt van de koers in 2007 was dat ruim 10 keer zoveel.